Voor veel middelbare scholieren is het vandaag een hele spannende dag. Eén telefoontje met goed of slecht nieuws. Zo ook voor Suus uit Beuningen. Zij krijgt vandaag haar eindexamenuitslag. Hallo. Hey Suus, hallo. Hoi. Jij krijgt vandaag je belletje als het goed is. Ja, hè? Dat klopt, inderdaad. Ja. Ben je zenuwachtig? Nou, de spanningen lopen wel een beetje op, maar ik heb ze nog onder controle hoor. Ik ben benieuwd. Ja, kom binnen. Dankjewel. De 17-jarige Suus heeft het HAVO-eindexamen gedaan op het SSGN in Nijmegen. De examens zelf zijn al een tijdje terug en daar heeft ze een goed gevoel aan overgehouden. Ik durf natuurlijk nog niet te zeggen dat ik geslaagd ben, maar het gevoel zit goed in ieder geval. Dus ja, dat eigenlijk. Ja, want welke vakken zijn dan ook echt heel makkelijk afgegaan? Nou, ik dacht dat Engels heel moeilijk ging worden, maar die ging eigenlijk echt heel goed. Dus ik denk dat ik daar wel een goed cijfer voor heb. Dadelijk krijg je je belletje. Hoe laat verwacht je die ongeveer? Ja, vanaf 3:30 kunnen we gebeld worden. Dus dat is nog heel eventjes. Maar ja, best laat ook. Dus de spanningen lopen wel een beetje op. Omdat je dan ook wel van andere mensen al hoort of ze geslaagd zijn of niet. En dan moet jij nog, zeg maar. Dus dan een beetje zenuwachtig ben ik wel, ja. Ondanks de zenuwen staan er al genoeg leuke activiteiten op de planning. Als ik het kan vieren, 15 juni is zaterdag, dan vier ik mijn feestje. Ook nog een beetje voor mijn verjaardag. Dus dan vier ik het en ik ga nog een examenreisje maken met vriendinnen. Waar ga je heen? Naar Lorette ga ik, naar Lorette Mar. Heb je de telefoon al bij dan voor het belletje? Ja, ik heb hem al heel de dag. Ik heb hem hier zo toevallig ook. Ik heb hem altijd al bij me inderdaad. Want stel je dat er toch in één keer de vergadering al eerder voorbij is, dan wil ik hem niet missen natuurlijk. De taart staat al in de koelkast en de vlag staat al klaar om opgehangen te worden. Nou, hij staat al klaar. Maar ik weet natuurlijk nog niet of die straks ook aan het huis hangt, zeg maar, met de tas eraan. Maar we hebben er in ieder geval... Daar gaan we wel vanuit, toch? We gaan er vanuit, maar ja, durven we natuurlijk niet met 100% zekerheid te zeggen. En ja hoor, naast vele anderen werd ook Suus gebeld met goed nieuws. Nee.